Welkom in de video over de objectstijlen van het raam- en deurgereedschap. In deze video gaan we bekijken hoe je eenvoudig en overzichtelijk je eigen objectstijlen kan aanmaken. De objectstijlen geven je de mogelijkheid om een eigen bibliotheek aan te maken van de ramen en deuren die je in je project gaat gebruiken. Bovendien hebben objectstijlen nog een extra voordeel. Net als een symbool hoef je slechts één raam of deur aan te passen en alle andere ramen en deuren die gekoppeld zijn aan dezelfde stijl zullen de aanpassing automatisch overnemen. Net als deze drie ramen zitten gekoppeld aan één objectstijl. Als ik er eentje aanpas van 1 meter wat die nu is naar het liefst naar 1 meter 10 en ik kies oké, dan zal de rest daarbij ook veranderen. Dit zal heel veel tijd kunnen besparen. En als je een raam of deur erin hebt zitten en je zou het tot een objectstijl willen maken, net als deze schuifdeur, hier, dan stel je een raam en een deur samen, zoals je het normaal gesproken ook gewend bent. Je plaatst het in de muur en als die eenmaal geplaatst is, klik je met je rechtermuisknop op het raam of de deur en je kiest de optie Nieuwe objectstijlen vanaf parametrisch object zonder stijl. Zodra je hierop klikt, opent een nieuw venster. Hier kan je een nieuwe map aanmaken met een raam of een deur. Of je kan gewoon op oké klikken als je wil, dat het in de algemene bibliotheekmap komt. Ik ga nu wel een map aanmaken. Dus ik kies opnieuw hulpbronnenmap. En ik zeg studio schuifdeuren. En ik zeg oké. Zo komt hij er hierbij. Ik zeg oké. Nogmaals. De map komt erbij. En ik krijg dit scherm van de buitenraam en deurgereedschap. En ik krijg de mogelijkheid om hem direct een naam te geven. De naam van de stijl. Dus dat wordt een buitendeur BD. En dan is het een schuifdeur. Schuifdeur. Ik klik nogmaals op oké. En zo zal in dit geval de schuifdeur omgevormd worden tot een objectstijl en is het terug te vinden in de bibliotheek van het document. Wil je nu een nieuw raam of een deur plaatsen, die al als objectstijl is opgeslagen, dan kan je hier aan de linkerkant kiezen voor een buitenraam of deur, in dit geval. En hierboven in de keuzebalk kan ik kiezen. In plaats van zonder stijl staan hier de ramen en de deuren opgeslagen die ik als objectstijl in mijn tekening heb opgeslagen. Ramen en deuren die al in een tekening geplaatst zijn, kunnen een objectstijl worden. Ik heb hier aan de zijkant van mijn woning een raampje dat geen objectstijl is. Hij is wel al geplaatst in mijn tekening. Zou ik deze willen vervangen door een bestaande objectstijl? Dan kan ik hier in mijn info-object aan de rechterkant bij stijl kiezen op geen stijl en daarna vervangen. Dan wil ik inderdaad graag dit raam ervoor in de plaats hebben. Selecteer. Oké. En Vectorworks vervangt het raampje door een objectstijlraam. Je zal merken, als ik een raam aanklik, dat de meeste instellingen van een raam- of deurgereedschap gekoppeld zijn aan een objectstijl en daardoor grijs zijn in het instellingenvenster. Dus ook als ik in het instellingenvenster ga kijken, zelf, dan zie je dat de instellingen allemaal grijs staan. Enkel de muuraansluitingen is altijd aanpasbaar, zoals hier, maar ook bij de sets en standaarden. Dit komt omdat de meeste instellingen vasthangen aan de opgeslagen objectstijlen. Enkel de muuraansluitingen zijn muurafhankelijk en zullen nooit bewaard worden in een objectstijl. Als je wel de parameters zou willen aanpassen, dan kan je hier teruggaan naar stijl, hier op het objectstijl klikken en dan bewerkstijl kiezen. Dus bewerk je nu je raam of deur, dan zullen de instellingen automatisch worden overgenomen in alle ramen en deuren die aan een objectstijl zijn gekoppeld. Zoals je hier ziet, kan je wel
Dus de breedte en de hoogte aanpassen, de vakken en secties, dus alles komt open te staan omdat je in de bewerking van de stijl zit. Bij vele instellingen van het raam- en deurgereedschap zal je ook een icoon met een pijl of een icoon met twee schuifbalken terugvinden. Staat het icoon met de pijl actief, dan zullen de instellingen vastzitten in de objectstijl en dus grijs verschijnen. Door op het icoon te klikken, verschijnt er een schuifbalk. Dit wil dan nu zeggen dat de instellingen losgekoppeld worden van de objectstijl en dus bij elk raam en deur afzonderlijk ingesteld kunnen worden. Als ik nu op OK klik, dan zie je dat in het info-object de breedte en de hoogte inderdaad weer instelbaar zijn. En dit geldt ook voor dezezelfde ramen die ook in het objectstijl vastzitten. Objectstijlen van het raam- en deurgereedschap kunnen ook bewaard worden in een werkgroepmap, om zo te gebruiken over meerdere projecten en door meerdere tekenaars. Dankjewel voor het kijken naar deze video. En kijk ook zeker naar de andere video's om meer te weten te komen over het buitenraam- en deurgereedschap.